Voor mij nog een dag schotel, Pascal. Niks van. Het geld groeit niet op onze ruggen. Pascal, voor mij nog een porto. Ja, Carmen. Zeg, vriendelijk zijn tegen uw klanten kost niks, hè? Oh nee, Pascalke, zeg een keer wat er scheelt aan uw balken. Aan haar balken? Enorm veel mij gedacht. Het is ons Bieke. Dat arm kind is al heel de week depressief. Ja, dat heb ik ook al gemerkt. Serieus? Maar wat ziet je dat? Ze is gewoon niet meer blij. En weet je waarom? Omdat zonder haar capaciteit werkt. Nou, dat zou kunnen. Als je ziet van waar ze komt, valt dat toch nog best mee, hè? Monsieur Carmen. Nee. Zo erg zal het nu ook niet zijn, hè. Als Max een keer goed uit zijn pijp komt, dan zal het wel gedaan zijn, gedacht. Nee, voorzitter, dat lost niks op. Nee, maar is toch plezant. Maar... Ja? Je moet eens extra lief zijn tegen Bieke. Oei, en ik ben normaal al zo lief. Als je ze ziet, dan moet je zeggen... Bieke, waarom ben je zo triestig? En kan ik u helpen? En dan voelt ze zich al direct veel beter. Ah ja. Hey, everybody happy? Bieke, waarom ben je zo triestig? Kan ik u helpen? Maar schatje, ik ben niet triestig. Ik ben super gelukkig hier. Wauw, het helpt. Dank u, Doortje. Ik krijg een nieuw job. Bij de tv. Het is niet waar. Ja. Weet je wie ik geïnterviewd heb? Karel Vermeijren. Wauw, Karel Vermeijren. Wie is dat? Dat is de baas van de regionale tv. Zotteke. Ja, en hij vindt mij de ideale presentatrice. Oh, Pieke, dat is fantastisch nieuws. Een tournee-generaal op mijn dochter. Pieke, en wanneer mag je beginnen? Ik moet nog auditie doen en het is gebakken. Tof, hè? Zeg, maar waarom kiezen ze voor televisie altijd van die spichtige grieten? Ze zouden beter wel rondborstige types laten presenteren. Zoals jij zeker? Ja. Oh, ja, nu dat je het zegt, ja. Ze gaan daar wel nog een tijdje mee wachten, hè? Ja. Tot wanneer dan iedereen breedbeeldtelevisie heeft. Ah, hey, Bernard. Wilt je nu iets wat weten? Oh, ik weet toch al alles, dat weten u toch? Oh ja, dan weet je ook al dat Bieke voor de televisie gaat werken. Maar natuurlijk. Ah, gaat Bieke voor de televisie werken? Maar ja, aangezien je dat toch allemaal weet. Hè? Hey, uw klanten worden ongeduldig. Geen probleem. Mensen, je zult nog 5 minuten moeten wachten, ik ben in vergadering. Zeg, vertel eens. Ja, niks, hè. Dat was het. Ja, maar kom, hij gaat ze presenteren. Ja, bij de regionale tv. Oh, maar dat is fantastisch. Dan kan ze mij daar ook binnenhalen en dan kan ik eindelijk mijn grootste droom realiseren. Mijn eigen kookprogramma. Jij een kookprogramma? Allee, kom. Maar waarom niet? Ik ben toch kok? Ja. Meneer, we wachten al een uur op u. Wanneer krijgen we nog iets te zien? Elke woensdag om 8 uur op uw regionale zender. Ach, wie had dat ooit gedacht? Ik word de moeder van een BV. Ma. Bieke, wees gerust. Ik zal mij niet opdringen. Nee. Maar ja, als ze mij in de boekjes willen, dan kan ik daar niet aan doen. Ja, die boekjes moeten ook nog verkopen, hè. Carmen, jij bent gewoon jaloers. Voilà. Ah, voilà. Ela. Nee, jij bent jaloers. Oh. Goeiedag allemaal. Bieke. Karel. Dit is Karel Vermeijren. Ma. Karel, dit is mijn moeder. Zeer aangenaam. Aangenaam, meneer Karel. Je bent net Bieke Sesje. Ja, de aangenaamheid is geheel aan mijn kant, meneer Karel. Oh, wat een oergezellig volkscafeetje. En wat een toffe mensen allemaal. Aangenaam, Karel. Karel. Amelia, ik ben Belderdag. De PDC van de Boma-vleesindustrie en V. Wat zou ons land zijn zonder de kleine middenstander? Hè? En dit is... Ja, ik ben Carmen Waterslagers. Erentrainersvrouw. Heel aangenaam. Aha, Spaans temperatuur. Oh, zeg, waarom laat je niet wat meer vrouwen van mijn kaliber op uw tv zien? Ja, Carmen, mag ik? Ja, zeg. Dit is Xavier Waterslagers, sergeant bij het leger. Aha. Onze jongen is altijd paraat, met vieren borst. En altijd dorst. Ja, ik snap het al, ja. U geeft eens een rondje van mij. De zin van mij. Mark. Ja, dat is Mark, mijn lief. Bieke, ik kwam eigenlijk voorstellen om samen een hapje te gaan eten om je auditie te bespreken.
Ah, wel, je kunt bij mij gaan, hè? Nee, liever een restaurant. Ah, ja, bij mij is een restaurant. Ah, je hebt een restaurant? Nee. Kan iemand anders dat uitleggen? Ja. Bij mij, dat is de naam van een restaurant, hier in de buurt. Oh, juist, ja. Mij goed, zullen we dat maken? Ja. Zeg, meneer Karel. Als nu een knappe, getalenteerde vrouw, gelijk ik, een idee heeft voor een fantastisch tv-programma, wat moet ze dan juist doen? En wel eerst een soort proefprogramma ineensteken, ja, en het dan aan een professional tonen. Oh, dat komt in orde, hè? Ja. Carmen, laat meneer Karel nu eens met rust. Jij bent jaloers, jij. Carmen, jij moet er niet zo opdringen. Heb jij geen extra sponsor nodig voor uw televisiezender, Karel? Karel. Ah, wel, ja. Kijk, daar moeten we nog eens over praten, hè? Ik ben het, hè. Ja, is goed. Hè. Ja. Gaan we dan? Ja, maar moet ik niks anders aantrekken? Maar nee, natuurlijk niet. Je ziet er schitterend uit, hè. Zo eenvoudig, zo naturel. Zo charmant, zo speels, zo fris. Dank u. Mark, die vent gaat bij u lief lopen, ben je gedacht. Nee, hij gaat ermee eten. Ja, dat is voor mevrouw, zeg, alsjeblieft. En voor meneer hetzelfde. Ah, alsjeblieft, zeg. Dank je wel. Ah, welkom bij mij. Ah, maar dan moet jij de meneer zijn van de televisie. Kom, ga zitten, kom. Dit is Karel voor mij. Ja, voilà. Mag ik u feliciteren, meneer? Oh, waarom? Omdat ik kom koken op uw zender. Ja, Bernard, wij zouden nu privé willen praten. Ja. Ik zal er iets over denken, meneer. Weet je, ik kan niet alleen goed koken, hè. Ik heb ook een goede televisiekop. Allee, bekijk mij. Zo kun je dat natuurlijk niet zien. Momentje. Sorry. Goedenavond, beste eters. Vandaag maak ik voor u mijn specialiteit wijngaardslakken in een bouillon van zwezerikken. En? Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Maar kunnen we nu bestellen en alleen eten? Oh, maar natuurlijk. Ja. Ik ben de man van de wereld, hè. En je moet zelfs niet bestellen. Ik maak voor u mijn lekkerste creaties. Ja. Oef. Bieke, weet je dat je nu al op tv ziet? Oh, ik kijk er echt naar uit. Karel, ik ben u heel dankbaar. Ik ook. Ik ben jou dankbaar, hè. Zo'n fantastisch natuurtalent zoals jij, daar kom je maar zelden tegen, hoor. Allee, kom. Natuurtalent. Ja, zeker. Die ogen van je. Zo groot, zo donker, zo expressief. Elke man zal smelten voor jou. Voilà, twee glazen exclusieve champagne voor ons showbiz-koppel. Voilà, en nu laat ik u maar, hè. Dank je. Ja, natuurlijk. Ja. Eindelijk alleen. Gezondheid. Ik hoop echt dat u nu een heel moeilijk gerecht gaat klaarmaken. Ja, dat hoop ik ook, ja. Proost. Ja. Hey, Bieke. Hmm? Die vriend van jou, ja, serieus tussen jullie? Ja. Maar er is wel een probleem. Ja, dat verbaast me niks. Maar ja, problemen zijn er om op te lossen, hè. Zou je echt... Oh, nee, dat kan ik u niet vragen. Allee, kom, vraag gerust. Voor jou doe ik alles. Karel, jij zou het mij echt heel gelukkig kunnen maken. Ja? Door mij en Mark ook een job te geven. Oh. Een job? Ja. Ik zal er eens over nadenken. Maar ja, in de harde wereld van de showbiz ben je toch beter af met een professional, hoor. Oh, dag meneer Karel. Ja, ik kom een klappeke toe met Doortje van Hoek over mijn programma op uw tv. U kijkt toch ook? Zeg dat wel. Oh, ik ben zo blij dat je mij die kans geeft, hè. Eerst, nog een goede avond, smakelijk eten en tot ziens op deze zender. Sorry, hè? Nee, het is niks. Ik ben dat gewoon. Het is de tol van de roem. Dat zul je ook nog wel ervaren, hoor. Maar ik bescherm jou wel. Zeg, ik heb die Carmen ogenblikkelijk doorgestuurd, hè, zodat ze niet meer kan lastigvallen. Zeg, meneer, is het nu alsjeblieft gedaan? Oh, nee. Mijn programma moet nog beginnen. Waar waren we gebleven? Ah, ja. Je ziet, grappig ben ik ook nog, hè. Voilà. En laat het dus maken, hè. Zeg, Carmen, waarom moesten wij eigenlijk op bezoek komen? Aha, omdat jullie mijn beste vriendinnen zijn. En omdat wij samen een tv-programma gaan maken. Wat?
Een tv-programma, wij? Ja, tuurlijk. Een magazine over alles wat de moderne vrouw interesseert. Ja, maar ik weet niet of ik wel fotogeniek genoeg ben. Met mijn lijn. Welke lijn? Merci, Carmen. Ik bedoel dat je figuurken hebt gelijk een meisje van 20 jaar. Och, jij. Alhoewel, ik kan terug in mijn kleren van 2 jaar geleden. Oh, ja. Ik dacht al dat ik die kleren van ergens kende. Zeg, ik doe niet mee. Allee, Doortje, waarom niet? Maar je zult mij misschien... Het rit vinden? Nee, nooit. Maar ik durf dat niet. Maar allee, Doortje, zo'n slim kind en zo knap. Jij moet op tv komen. Ik ga daar veel te zenuwachtig van worden. Nee. Maar toch wel. Allee, toe. Maar Carmen, echt niet. Allee, Doortje, je doet mee aan mijn tv-programma of ik doe een ongeluk, hè? Alsjeblieft. Allee, omdat je het zo lief vraagt. Pia Maria, mijn balken hier. Balthazar, ik wou u juist bellen, zeg. Heb ik van de nacht mijn BH niet bij u laten liggen? U bezoekt jij? Mm-hmm. Ah, ik weet niet. Maar je zult er binnenkort een hele camion nieuwe kunnen kopen, ben gedacht. Oh, gaan we trouwen? Zeg, niet onnozel doen, hè? Ik maak van u een star. Ja, dat heb je vroeger ook al eens gezegd. Ja, maar nu heb ik een televisieproduceur leren kennen die u elke dag op de buis gaat brengen. Oh, balkje! En wie weet, volgend jaar misschien het Eurovisie Songfestival. Oh, als dat waar is, dan beloof ik u de beste nacht van uw leven. Ah ja, begin dan nu al maar te trainen. Bye bye, beauty. Yes! Het is een goed kind. Maar met weinig geduld. Goedenavond, dames en heren. U zult in een minimum van tijd de lekkerste gerechten zien klaarmaken door de beste kok ter wereld. De beste kok? Natuurlijk, de beste. Wat doe je daar? Genieten van de show, hè? Ze op je kop gevallen, Bernard. Maar nee, natuurlijk niet. Ik had u wel zien staan, hoor. Ja, ik was aan het oefenen voor u. En wat vond u ervan? Als het om te lachen was, heel goed. Ja. Maar nee, ik was aan het oefenen voor mijn nieuw kookprogramma. De 200 seconden. 5 keer zo snel en 10 keer zo lekker. Oh, jij ook al op tv? Thuis heb ik er ook al zo in rondlopen. Ah ja, velen voelen zich geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Nee, man, ik voel het. Ik ga beroemd worden. Proficiat. Ja, maar momentje. Jij mocht ook mee beroemd worden, hè? Huh? Jij omdat je mijn favoriete neef en jij omdat je mijn favoriete huurder bent. Ja, hoe bedoelt je? Oh, wel ja, ik zal natuurlijk voor mijn programma assistenten nodig hebben, hè. Nee, dank u, Bernard. Vraag dat maar aan Marx. Maar Paul, luister, hè. Ik ga deze maand uw huur met 5000 frank verlagen als je meedoet. Ja, dat is toch een sterk argument? We gaan u toch niet laten doen, hè, Paul? Ja, ik doe in ieder geval niet mee. Xavier, bij mijn programma, hè, mogen mijn assistenten bij elke aflevering een verse pint bier drinken. Of 5. En wanneer zijn die opnames juist? Oh, Mark. Jou moest ik net hebben. Huh? Meneer Karel, Bieke die is niet thuis. Goed zo. Ik wil eens van man tot man praten. Huh? Zet u? Nee, dat is mijn plaats. Oh. Mag ik u iets aanbieden? Nee, dank je. Hallo. Oké, dan. Een cognac. Een cognac? 1. Mark, ik wil eens met je praten over Bieke. Cognac. Ze heeft een grote toekomst voor zich. Ja. Ah, cognac. Maar enkel als ze door de juiste mensen omringd wordt. Allee, gij. Mark, liefde en showbiz gaan niet samen. Alsjeblieft. Ja, dat binnenkrijgen, hoor. Ah ja, dat is waar. Wacht even. Nee, blijf er. Ja. Alsjeblieft. Ja, Mark. Kun je nu eventjes blijven zitten, ja? Ja, natuurlijk. Wel, zoals ik al zei... Oh, ik ben met een choco begeten. Ja, dat kan wachten, ja. Goed. Ik zei dus dat liefde en showbiz
niet samengaan. Tja, dat wist ik niet. Het publiek heeft graag dat zijn sterren vrij zijn. Dat geeft er niets om van te dromen, snap je? Ja, ja, tuurlijk. En Bieke wordt binnenkort een ster. Tenminste, als ze vrij is. Dus, je weet wat je te doen staat. Nee, maar dat is normaal. Mark, je staat Bieke in de weg. Nee, ik zal het nog eens anders uitleggen. Wat doe je met een vogeltje dat wil gaan vliegen? Hoi? Nee, het is maar een vergelijking. Dat vogeltje kun je ofwel loslaten, ofwel opsluiten in een kooitje. Dat is juist. Laat je dat vogeltje vrij, dan is dat gelukkig. En het zingt de hele dag door. Ah ja. Ja, juist ja. Maar als je het opsluit in een kooitje, dan wordt dat ongelukkig. Het zingt niet meer. Zijn veertjes worden dof. En uiteindelijk wordt dat ziek en gaat dat dood. Oei. Snap je wat ik bedoel? Zie je dat dat op jouw situatie van toepassing is? Ja. Maar kun je het toch nog eens uitleggen? Als nooit voor en ik wil altijd bij je zijn. De beste opkomende zangeres van het moment. En dat is mijn beste whisky. Dank je. Wat vind je ervan? Schotse? Ja, vandaag schopt. Wat vind je ervan? Wel, ik heb toch mijn bedenkingen bij het volume. Op de radio zit je dan niet, hè? En als ze op televisie komt, steek je haar in de onderbra, hè? Ik bedoel het volume van haar stem. Wie is daar nu geïnteresseerd? Ja, eerlijk gezegd, ik vind ze toch niet zo geschikt voor mijn zender, hoor. Allee, het is een ster. Hoe dan ook, nee, spijt me. Ja, het spijt mij ook. Want zo kan ik uw zender niet sponsoren, hè, kameraad? Hey, kom, niet zo snel, hè? Misschien vind ik wel een gaatje voor haar. Natuurlijk vind ik een gaatje. Ik heb al een goed idee voor een reclamespot. Pia kan hem inzingen. Oh. Op het muziekje. Boba, obo, oh, oba. Iedereen kampt als hij boba ruikt. Tja, en hoeveel was je zin is te investeren? Ik zal het zo zeggen. Ik kijk op geen miljoen. Oh. Maar als jij er niet ziet zitten... Nee, is goed, is goed. Kom ze maar eens voorstellen in de studio, hè. Jij bent een man van de business. Zal ik nog eens? Graag. Mark, wat zei je aan het doen? Bieke, ik ga weg van u. Waarom? Omdat vogeltjes moeten kunnen vliegen. Zeg, wat heb jij nu weer in een koppeltje gestoken? Jij zult enkel een succes worden als ik er niet meer ben. Dus ga ik weg. Jij bedoelt dat jij je zou opofferen voor mij? Ja, ik moet. Maar ik zal naar al uw programma's kijken. Maar schat, ik wil niet dat jij weggaat. Ja, maar... Mark... Jij blijft voor altijd bij mij. Ik heb nog nooit zoveel van u gehouden. Nee, maar Bieke, ik heb het bed juist opgemaakt. Dat is pech, schattekje. Ja, oh, nee, Bieke. Ja, maar wacht. Denk toch aan het vogeltje. Zijn wij zeker? Doeltje, jij houdt de klok in de gaten. Xavier, Paul, in vorm. Ja, maar wat moeten we doen? Ah, wat ik zeg, ja. Allee, opgepast. 5 seconden. 3, 2, 1 en actie. Goedenavond, beste kijkers. Dit is Bernard Theofiel Waterslagers met de 200 seconden. 5 keer zo rap en 10 keer zo lekker. Vandaag maken wij voor u een zalm royaal. Gekruid met zachte look, overgoten met een vinaigrette van aromaten en opgediend met een aardappelmousseline en een tomatenbavarois. Xavier, de zalm. Ah ja. In de eerste plaats zorgen we natuurlijk dat alles hygiënisch picobello in orde is. Misla, kijk je toch wat dat je doet? Ja, doosje, dat knippen we eruit, hè? Ja, zo. Terwijl ik de huid van de vis verwijder en hem vervolgens fileer, zorgt Paul voor het schillen van 1 wortel,
1 shallot, 3 teentjes knoflook en 4 grote aardappelen. Als ook het pureren van de tomaten. Terwijl Xavier 3 deciliter kippenbouillon opwarmt. Ja, waar is de kippenbouillon? Die moet je trekken, natuurlijk. Waaraan moet ik trekken? Waarvan zeker? Allee, waarvan zeker? Van een kikketje. En waar is het kieken? In de koelkast kieken. Oh, en breng ook tijm, laurier, wijnazijn en bieslook mee. Wat lief? Ja, haast u. Ja. Zijn de geld klaar? Ik ben nog niet begonnen. Ja. Hoe? Ik vind hier geen mesje. Oh, moment. Voilà. De kip. Maar dat is een konijnkieken. Ja. Dat kieken, dat knippen we eruit, hoortje. Ja, maar gebruik dat dan maar. Ja. Hey, Paul, hop. Ja. En kijk nu bijna mijn shallot. Ja, ik heb maar 2 handen, hè. Xavier. Hè? Hup. U ziet, een goede voorbereiding is reeds het halve werk. Bernard. Doortje, zwijgen. Hè? Ja. We hebben onze tijd meer dan nodig. Ja, maar... Xavier, waar blijft die wijnazijn? En dan fileren we mooi de heerlijke zalm. Maar dat is wijn, onnozelaar. Oh. Wijnazijn, heb ik gezegd. Daar in de kast. En laurier, en olijfolie, en peper van de molen, en venkel. Ja, zeg, moet ik hier alles zelf doen? Ja, hier, voilà, uw shallot. Hey. Bernard, nog 10 seconden. 10 seconden, geen probleem. Voilà, dames en heren. U maakt dit heerlijke gerecht in een minimum van tijd dankzij de toverformule van uw tv-kok, Bernard Theophile Waterslagers. Ik dank u. Voilà. Hey. Karel, er is iets fantastisch gebeurd. Ja, laat me raden. Het heeft iets met Mark te maken. Hoe weet jij dat? Klein vogeltje heeft het me verteld. En vertel eens. Mark, die wilde een stap opzij zetten voor mij. Ja. Om mijn carrière niet in de weg te staan. Dat is heel verstandig van die jongen. En ben je een beetje opgelucht zo? Ah ja, ik dacht dat hij last zou hebben met de nieuwe situatie. Eind goed, al goed. Hè? Ja, nu hou ik nog veel meer van hem. Ja, dat is logisch. Wat? Ja, een jongen die zich opoffert voor u. Wat kan een vrouw nog meer willen? Ja, iemand met maturiteit, persoonlijkheid, ruggengraat, uitstraling bijvoorbeeld. Oh. Veel geld? Nee, dat interesseert mij allemaal niet. Oh. Heb je ondertussen al beslist welke job Mark krijgt? Ik wil hem vanaf nu altijd bij mij. Is dat wel een goed idee? Sorry, meneer Karel. Het vogeltje wil niet gaan vliegen. Zo, Mark, ga maar zitten, hè. Ik kom zo dadelijk. Ja. Karel, ik heb uw schilderij een beetje rechtgangen. Oh, juist ja. Mark, ja? Ik denk dat jij een zeer goede technicus in onze studio kunt worden. Oh ja, meneer Karel. Ik kan misschien in het begin wel een paar kleine foutjes maken, hè? Nee hoor. Welkom aan boord. Huh? Dank u, meneer Karel. Je zult het u zeker niet beklagen. Show. Het programma.
programma dat laat zien wat de anderen niet durven te tonen. Het is open bij gedacht. Wieke heeft gebeld voor een afspraak, zei mijn secretaris. Ja, maar dat was een leugentje op best wil, hè. Kom. Kom. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. We hebben vanavond twee gasten die bereid zijn hun diepste geheimen te onthullen. Dames en heren, Doortje van Hoek en Pascal de Bakker. Ja, ja, het is goed zo, het is goed. Goed. Pascal, we gaan met u beginnen. Hoe voelt ge u? Wel, sinds ik in het kort moeder ben van een bekende Vlaming... Is bekende me... Vlaming? Wel. Ze heeft die job toch nog niet? Maar jij krijgt het wel al oog in uw bol. Oh. En Doortje, hoe zit het met uw relatie? Oh, fantastisch. Ja, echt. Ah ja? Is het daarom dat uw eerste man het bij u is afgebold? Maar dat zijn uw zaken niet, hè? Ja, dat was de afspraak niet, hè? Ja. En uw Oscar is het toch ook afgetrapt? Waarom? Zijt u misschien frigide? Ik ben tenminste zo geen heet konijn zoals jij. Kijk, hè? Maar mijn ventje is wel bij mij gebleven, hè? Ja, omdat hij die durft weggaan. Ja. Zaken. De ex-minaar van Pascal de Bakker. Meneer Balthazar Boma. Hey, televisie. En meneer Boma, vertel eens. Ja. Hoe is Pascal in bed? Pascal in bed? Ah, dat ligt daar. Ah, ja. Ik ben hier weg. Ik had het kunnen weten. Ja, nog veel succes met uw programma, ordinair mens. Die hebben ook geen verstand van goede televisie. Hé, meneer Karel? Bieke. Jij komt op. Je spreekt tegen de camera. Mm-hmm. En je gaat dan daar in die stoel zitten. Hm? Ja. Mark, jij volgt Bieke met de hengel, hè? Ja, help. Ja, opgepast, Mark. Dit is Bieke's grote kans. Ik wil niet dat jij ze verprutst, hè. Oké? Okay? En... actie. Goedenavond en welkom bij Bieke's Babbelbox. Mark! Van Mark! Bieke, gaat het? Ja, wat heb ik je gezegd, Mark? Je doet het opzettelijk, hè? Maar nee. Oké, kom, opnieuw. Bieke, ga maar zitten. Klaar, Mark? Ja. Oké. Actie. Goedenavond en welkom bij Bieke's Babbelbox. Mijn eerste gast is al jaar en dag een bekende grip in ons landje en ver daarbuiten. Mark! Je bent Bieke weer aan het saboteren, hè? Maar nee, de lens was vuil. Ik heb je wel door, hoor. Nee. Je bent gewoon jaloers op het succes van Bieke, hè? En je gunt het daar niet. Nee. Mark, is dat waar? Maar nee. Maar natuurlijk wel. Ik heb dat al zo dikwijls meegemaakt, hè? Allee, kom, kom. Leg die hengel maar neer. We maken van hem een kabelslijper. En actie. Goedenavond en welkom bij Bieke's Babbelbox. Mijn eerste gast is al jaar en dag een bekend begrip in ons landje. Pardon. Ik kan dat echt niet geloven dat Mark mij zoiets zou aandoen. Dat kan niet. Tja, kijk. Als iemand dreigt door te breken, dan kan de partner dat vaak niet verkroppen, hoor. Maar je krijgt een tweede kans, hoor. Dank u. Maar hey, je verdient het. Zeg, weet je wat, hè? Ik heb een appartementje aan zee. Ik dacht, ik zal eens voor je koken. En dan kunnen we gezellig verder praten over je carrière en zo. Oh. Als het erg laat moest worden, hè, dan kun je nog altijd blijven overnachten. Ah, hier is hij met een kameraad. Dag, kerel. Dat is nu Pia Maria. Uw ster. Balthazar, dit is niet het moment, hè. Balke, is dat uw tv-producer? Ach, ik ken hem. Het zal niet zijn. Hé, hey, Kareltje. Ja, Karel, ja, ken ik jou van ergens? Denk eens goed na. Vorig jaar in mei. Weekendje aan zee en zo. Je ging mij beroemd maken. Ik heb niks meer van u gehoord. Ja, Pietje, alsjeblieft, hè. Karel. Huh? Is dat waar? Ja. Maar nee,
Dat meisje beeldt zich maar wat in, hè? En dat die vrouw van niks mocht weten, beeld ik mij dat ook in? Maar jij... Jij bent nog erger dan Boma! Oh, Bieke. Lacht niet, profiteur. Bieke? Ja. Maar fijn, Markske, moet je nu echt weg? Ja, maar ik heb de auditie doen mislukken en Bieke is heel kwaad op mij. Mark, kom hier, mijn schat. Heel kwaad, ja. Ja, Bieke, en uw tv-carrière dan? Welke zot wil er nu een tv-carrière? Ik ben klaar voor mijn kookprogramma. Hallo? Hallo? Hallo?